Wat we willen is gewoon duurzaamheid willen we echt stimuleren in onze stad. Bij zwembaden is het probleem dat er een achterstallig onderhoud was en plus beheer. En we hadden daar geen middelen voor. En daarnaast wilden we een nieuw concept uitrollen van, is het bedrijfsleven geïnteresseerd? Als wij de energierekening doorbetalen van wat we nu betalen. En als het duurzaam gemaakt gaat worden door het bedrijfsleven, dan mag het verschil van die besparing eigenlijk ten goede komen van het bedrijfsleven. En is daarmee ons probleem opgelost. Namelijk achterstallig onderhoud, beheer en investering in de zwembaden. Nou, dat hebben we bedacht en is gelukt. Er is een bedrijf ontstaan, een nieuw bedrijf, die zegt van ik ben in staat om het gebouw duurzaam te maken. Dat levert mij ook geld op. En ik ben in staat om het goed te beheren. En ik ben in staat om achterstallig onderhoud weg te nemen. Dat betekent dus concreet, het levert de gemeente direct 1,4 miljoen op, omdat wij niet hoeven te beheren. We hebben geen geld nodig gehad om die achterstallig onderhoud weg te werken. Voor de gebruiker betekent het kwalitatief beter water. Waardoor eigenlijk ook astmapatiënten beter gebruik van kunnen maken. En voor het bedrijfsleven betekent het dat ze een nieuw concept hebben. En het verschil, energierekening en de besparing, dat wordt gegarandeerd door de gemeente. Nou, dat gaan we dus nu hebben uitgeprobeerd. Dat is uniek in Nederland. Is ook gelukt qua aanbesteding. Dat gaan we uitrollen over ons andere bezit, zoals theaters, scholen, schoolgebouwen en andere gebouwen van de gemeente. Dit is wel een nieuw concept en ik denk dat het gewoon beter gaat functioneren.